Heb jij de ontwikkelingen rondom Henry Bontebal gevolgd? Ja, Bontebal die is nu de leider van het CDA. En ik moet zeggen, ik benijd hem niet. Ik vind het een moedige figuur, lijkt het mij. En bovendien heeft hij natuurkunde gestudeerd. Dat wekt bij mij altijd al een zeker vertrouwen. En gymnasium gedaan? Ja, dan denk je van, in ieder geval heeft hij alle vijf op een rij. Hij werd beschreven als rustig en deskundig. Een goede debater. Nou ja, dus kennelijk. Je bent al verbaasd dat ze een zo talentvolle figuur daar nog in een fractie hadden zitten. Waar hij ook pas sinds 21 in zat, begreep ik. Ja, en weet je, dat is nog wel opvallend. Hij mocht erin komen, want hij is niet met voorkeurstemmen gekozen. Omdat Omtzigt toen ziek was, toen mocht hij als vervanger tijdelijk. Oh, jij is de vervanger van Omtzigt. Ja. Oh, een beetje ook nog grotere geestelijk lode last voor Bontebal. Maar het leek mij een prima figuur. Hij komt uit een bevindelijk gereformeerd gezin. Wat is dat eigenlijk, bevindelijk gereformeerd? Ja, dat moet je mij niet precies vragen. Ook bij die gereformeerden heb je weer heel verschillende stromingen. Ik zou maar zeggen, alleen al bij de predestinatie heb je tal van verschillende mogelijkheden. Dus wat daar bevindelijk, ik interpreteer als streng gereformeerd. Maar of dat zo is, weet ik niet zeker. Ja, hij is 40 jaar, dus ook erg jong. Relatief heel jong, ja. En ja, het is natuurlijk ook wel, als je het even omdraait, wat heeft hij te verliezen? Ja. Niks. Ik bedoel, in de peilingen staan ze tussen de 4 en de 8. Dus als die de 6 maakt, dan is iedereen al heel tevreden voorlopig. Nou, het zou ook nog slechter kunnen gaan natuurlijk, hè? Kan ook zijn, van, het is een keerpunt nu, van we zakken helemaal bergafwaarts. Dat weet ik niet. Er zal toch nog wel ergens een harde kern zijn. Ja, kijk, het CDA heeft natuurlijk toch heel suf gemanoeuvreerd in de afgelopen jaren. Ja. Een beetje eigen schuld, dikke bult toch. Weer zo'n klassieke vergissing met zo'n lijsttrekkersverkiezing. Stommer kun je het niet doen, hè? Ja. Ruzie in de tent, eindeloze opwinding, gelul aan de talkshow. In de talkshows gaan ze maar door. Met als gevolg dat je alleen maar verwarring en narigheid creëert. Ja. Wat zij ook hebben gedaan. Maar kijk, wie je er ook neerzet, ook Bontebal of ook al is het iemand anders. De vraag is natuurlijk, waar staat het CDA nog voor? Wat zijn de idealen van het CDA? Ja, dat zou ik je niet precies kunnen beschrijven. Maar het CDA heeft natuurlijk een op zichzelf langdurige en naar mijn idee toch wel betrekkelijk belangrijke rol gespeeld in het centrum van de Nederlandse politiek. Omdat de klassieke confessionele partijen waren niet uitgesproken rechts en ze waren niet uitgesproken links. Want ze waren vaak vertegenwoordigden de confessionele vakbeweging aan de ene kant. En tegelijkertijd vertegenwoordigden ze ook de confessionele werkgevers. Dus ze waren in het midden. En eigenlijk nu ons politieke bedrijf zo enorm versplinterd is geraakt in de afgelopen jaren. Omdat een deel van de kiezers... Ja, laat ik dat nou maar niet zeggen. Is wat beter na zou moeten denken over de keuzes die ze maken bij de diverse verkiezingen. Maar goed, het CDA was een solide partij in het midden. En wat ons nu ontbreekt zijn solide middenpartijen. Want uiteindelijk zal het land bestuurd moeten worden vanuit het midden. Niet vanuit de linkerkant. Daarvoor is het een veel te behoudend land eigenlijk. En ook niet vanuit de rechterkant, want dat leidt tot allerlei problemen. Zoals we gemerkt hebben met 13 jaar VVD. Die toch 13 jaar lang de dominante politieke partij geweest is. Maar CDA... Dus hoe gek dit ook klinkt, maar ik heb dat natuurlijk al vaker verwoord. Ik mis natuurlijk de verzuiling. Je mist de stabiliteit in de Nederlandse politiek. De simpele verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Normen en waarden, bedoel je dat? Nou, als je dat zo wilt noemen. Nou, het zijn niet mijn normen en waarden. Naar mijn idee zijn ook hele fatsoenlijke niet-christelijke normen en waarden. Maar wat ons ontbreekt in Nederland is toch stabiliteit. Kijk nou eens wat een trammeland waar we nu middenin zitten. Hè? Het zonnetje schijnt nog wel, dat wel, maar... Ja, het is wel een probleem. Dus ja, ik mis, het is verschrikkelijk. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Ik mis de verzuiling. En daarvan, in zekere zin, mis ik een wat ruimer bemeten... Ik heb liever een wat ruimer bemeten CDA... dan nog meer van die partijtjes aan de rechterkant... waar we niks aan hebben. Al die aandachttrekkers, nietwaar, op de rechtervleugel. Waarvan ik hoop dat het deel opgeruimd kan worden... bij de komende verkiezingen. CDA stond natuurlijk ook altijd voor gemeenschapszin, hè? Ook dat was nogmaals, centrumpartijen heb je nodig.
En of die nou christelijk geïnspireerd, ja, die christelijke inspiratie, daar kunnen we een hele discussie over opzetten natuurlijk. In hoeverre, ik vind het sowieso vrij stomzinnig om laten we zeggen, dat wat Christus zegt in het Nieuwe Testament, om dat te koppelen aan een Nederlandse politieke beweging aan het begin van de 21ste eeuw. Maar alleen, dat was toen eenmaal de gewoonte. En die partijen hadden een confessionele achtergrond. Dat had ook weer allerlei sociaal-economische achtergronden. Maar goed, als het nu eenmaal zo is, moet je je daar niet te veel van aantrekken. Omdat natuurlijk de boodschap van Jezus in het Nieuwe Testament, dat spoort natuurlijk op geen enkele manier, niet maar met de klassieke, normale CDA-machtspolitiek in het centrum van het Nederlandse politieke bedrijf. Een positie die ze grotendeels zijn kwijtgeraakt. Ja, maar daar moeten ze natuurlijk wel weer naar zoeken, lijkt mij, hè? Dat ze een nieuw verhaal vertellen. Ja. Ja, nou, misschien kunnen ze zichzelf gewoon afficheren als verantwoordelijk in het midden. Dat lijkt me eerlijk gezegd. Hebben ze ook niet ooit eens een campagne gevoerd voor het radicale midden of zo? Meen ik me vaag te herinneren. Het zou goed kunnen. Kijk, electoraal gezien is er wel potentie, want het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft recent nog uitgebracht dat Nederlanders zeggen van ja, we moeten meer samen doen. Het is belangrijk om... Ja, dat vinden we allemaal. En vervolgens gaan we allemaal ruzie maken met elkaar. Dat is het eigenaardige. Hey, je bent toch... Nou, laten we nog even terug naar dat Sociaal Cultureel... naar dat planbureau. Ja, het Cultureel Planbureau. Dat constateert eigenlijk elke keer weer dat ongeveer 75%, zeg maar driekwart van de Nederlanders, eigenlijk vrij tevreden en vindt het allemaal prima. Maar er is een kwart wat, laten we zeggen, systematische reuring veroorzaakt. Al is dat al misschien te positief gesteld. Een nieuwe opwinding veroorzaakt door bozigheid en scheldpartijen en alles moet anders en alles kan anders en... Elke keer hebben ze weer een nieuwe, aansprekende, charismatische leider die alles anders gaat maken. En het probleem is dat aan die driekwart van de betrekkelijk tevreden Nederlanders, kijk maar naar de cijfers, daar wordt eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. En aan die lawaaiige factie, die eigenlijk met alles, over alles ontevreden is en altijd boos is onder alle denkbare omstandigheden, krijgt alle aandacht. Het is het klassieke familieverhaal. Van een familie die hebben drie kinderen. Twee van die kinderen zijn een brave kinderen. Die gaan altijd op tijd naar bed en spreken met twee woorden en eten hun bordje leeg. Maar er is er één bij, een rebel. He? Hij deugt nooit. He? Hij heeft nooit zin in eten. Hij heeft liever een zakje patat wat hij op de hoek heeft gehaald. Hij raakt al vrij vroeg aan de drugs. Hij maakt altijd lawaai. Hij vindt terecht dat hij recht heeft op dit en hij heeft recht op dat en... En je begrijpt, wie krijgt alle aandacht van het gezin? Wie is het lievelingetje van zijn moeder? Dat is de rebel. That's the way it is. Nee, dat zou ik natuurlijk niet moeten zeggen. Zo is het meestal. En dat is ook een beetje de Nederlandse politiek. Wie zien we aan de talkshowtafels? Niet waar, de allerlei opgewonden boze types. Vaak is er overigens best reden voor bozigheid, maar die is toch op zichzelf weer gekoppeld aan specifiek... Hè? Dat nou Groningen is, nou, hoe al die dingen die weer opnieuw op te noemen, die naar de afgelopen kabinet in het 100 hebben gestuurd. Want dat hebben ze gedaan. Het is natuurlijk eigenlijk vrij beschamend dat de overheid zelf een reeks van de huidige problemen heeft veroorzaakt. Hoe besteed je aandacht aan tevreden Nederlanders, gewone Nederlanders die niet voortdurend boos zijn? De Twittergemeenschap, hoe groot bleek die te zijn? Relatief klein. Hè? Maar de kranten schrijven wel stukjes en dan doen ze nog vier van die Twitterberichten onder. Hè? Ik zwijg toch van de bedreigingen en zo. Zijn er burgemeesters in Nederland die niet bedreigd zijn? Je begrijpt toch wel dat een betrekkelijk kleine groep is, die bedreigers. Hè? Het is niet zo dat 80% van de Nederlanders regelmatig tegen zijn vrouw zegt: weet je wat ik ga doen? Ik ga die klote burgemeester, die ga ik een pistool sturen met een kogel. Nou, nee, natuurlijk. Het zijn kleine groepen. Maar ja, het zijn wel de mensen die de aandacht trekken en die de sfeer verpesten. Polarisatie begint altijd met dit soort van lieden. Want de ontevredenheid, het schelden, de agressie, wekte ook aan de andere kant weer nieuw schelden en agressie enzovoort op. Ja.
Dus je moet daar enorm mee uitkijken. Hmm. Maar ze krijgen wel alle aandacht sinds Pim Fortuyn, niet waar. Dat komt ook omdat de media zijn zich van Pim Fortuyn een aap geschrokken. Want ze dachten, oeh jee, we hebben de straat, zoals dat heet geloof ik, we hebben de straat verwaarloosd. We hebben niet gezien wat de modale Nederlander denkt. De modale Nederlander is eigenlijk vrij tevreden. Terecht, goed draaiende economie, daar is niks mis mee. Maar er is een betrekkelijk grote groep die altijd ontevreden is. Precies. En dit... Kijk op Twitter. Ja, het heet nu X, bekende scheldpartijen. Ze hebben de naam aangepast. Heb je dat meegekregen? Het is nu X. Ja, het is X. Ja, dat is waar. Wat? Ik heb een beetje een rare naam, X, toch? Ik bedoel, ja, je denkt aan kerstmis in het Engels. Ik weet niet precies wat de bedoeling ervan is. Hey, en die bontebal komt natuurlijk in dit politieke landschap terecht. In hoeverre kan hij nou het verschil maken ten opzichte van zijn voorgangers bij die partij? Ja, geen idee. Nou, ik heb altijd gezegd dat ik Hoekstra een hoogst ongelukkige, vreemde keuze vond om het CDA te leiden. Ik heb altijd gezegd, is er nou niet ergens een beetje een solide varkensboer te vinden die ook een behoorlijke opleiding heeft genoten, die behoorlijk uit zijn woorden komt, maar tegelijkertijd niet waar met twee van die fijne laarzen in een modder staat. Dat die hadden ze moeten zoeken. Wie neemt nou Hoekstra? Voorzitter van de Senaat in Leiden, van Minerva. Ik bedoel, de laatste persoon op aarde die geschikt is om het CDA uit de moeilijkheden te helpen. Maar kan Bontebal dat wel? Want dat is ook niet... Nou, dat is de vraag. Dat is een natuurkundige. Maar hij komt uit Rotterdam-Zuid. Heeft hij zijn hele leven gewoond. Nou, ja, dat is natuurlijk ook een beetje typisch. Zou beter zijn geweest als hij in Barneveld groot was geworden of zo. Een beetje een dorpse achtergrond. Hè? Net als ik. Wageningen, een beetje dorpse achtergrond. Kom je ook nooit meer vanaf. Maar... ik moet me niet af laten leiden door passanten. Die, ja, opa en oma is dit. Die hebben een klein kind op bezoek, zo te zien. Toch ook leuk. Mag ik nog eens een lans breken voor opa's en oma's? Ik heb het al eens eerder gedaan, volgens mij. Maar echt, je hebt, als je echt de leuke opa's en oma's hebt, daar heb je zo ontzettend veel aan. Echt, dat is gewoon een enorm extra in je leven. Ik heb van mijn grootouders, daar heb ik enorm veel plezier van gehad. Mijn oma, zeker mijn oma van moederskant, was echt een topoma, kan niet anders zeggen. En wanneer ben je dan een topoma? Heb je dan ook slechte opa's en oma's? Topoma's zijn oma's die je de indruk geven dat ze je ongelooflijk aardig vinden. En aangezien mijn moeder daar nou niet zo verschrikkelijk goed in was... was het wel fijn dat haar moeder daar wel verschrikkelijk goed in was. Of zij dat ook aan haar eigen kinderen. Want je weet dat opa's en oma's natuurlijk een andere relatie hebben met hun kleinkinderen dan met hun kinderen. Je kijkt toch anders tegen je eigen kinderen aan dan tegen je kleinkinderen. Wat is het verschil dan? Nou, dat je eigen kinderen, dat vind je allemaal vrij normaal. Die kunnen je overigens ook wel vertederen. Ik was zelf heel enorm tevreden met mijn eigen kinderen, laat ik dat zeggen. Hele brave, aardige kinderen die relatief nauwelijks problemen hebben veroorzaakt. Maar bij je kleinkinderen is er een extra factor. Een soort vertedering die nog iets dieper steekt. En natuurlijk het feit dat je fijn zo'n dag met ze door kunt brengen. Dat je dan ook weet, wat in verband met je leeftijd en je algehele constitutie wel van belang is, dat ze tenslotte opgehaald zullen worden. En met Bontebal, daar hadden we het over. Hè? De naam heeft hij niet mee, zeggen veel mensen. Hè, Bontebal, daar kun je natuurlijk allemaal flauwe dingen op bedenken. Ja, goed, daar kunnen de cabaretiers mee aan de slag met Bontebal, maar daar zit ik nou verder niet zo mee. Hè, ja, het is ook een beetje kinderachtig, toch, om daar nou veel, veel werk van te gaan maken. Ja, het is geen varkensboer. Het is niet iemand die achterban van het CDA... Nee, het is niet mijn ideale kandidaat. Om het CDA te redden. Is ook niet zo. Maar hij werd beschreven als rustig, deskundig en een goede debater. Okay. Dus ik dacht van, nou ja, zo gek is dat niet. Nee. Ja, maar ik denk dat Hoekstra's hele uitstraling niet goed was. Nee. Ik heb die Bontebal nooit op tv... Ja, ik ben natuurlijk een waardeloze tv-kijker. Dus ik heb Bontebal nooit aan het werk gezien. Hij heeft bij Stedin gewerkt. En in 2018 stond hij nog in de duurzame 100 van Trouw op plek 94... En dat laat ook een beetje zien waar hij voor staat. Aan het einde van zijn studie raakte hij namelijk geïnteresseerd in het stoppen van de klimaatverandering.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel een vrij opmerkelijke zaak dat Jette nu de voorman van D66 is geworden. Dat deze Bontebal ook toch een man is van een andere generatie met andere politieke preoccupaties. Die mij eerlijk gezegd heel passend lijken in dit tijdsgewricht. Dan heb je ook nog natuurlijk Frans Timmermans. Die zich feiten in Europa ook voor een groen programma heeft ingespannen. Dus je ziet toch dat daar op dat punt ook ten aanzien van de politieke leiding dingen ingrijpend aan het veranderen zijn. Ja, hij is voor biomassa en kernenergie sluit hij ook absoluut niet uit. Ja, hij was ook wel een pleitbezorger van kernenergie. Of dat de beste richting is, weet ik niet. Maar kernenergie is wel iets wat de moeite waard is om goed te onderzoeken. En in ieder geval op de rails te zetten, omdat het natuurlijk altijd lange termijn projecten zijn. Ja. Want als je het nu gaat bouwen, ben je hoeveel tientallen jaren verder? Ik weet niet of dat 15 jaar duurt of zo. Plus ik moet nog even afgezien van de milieuvergunning en dat soort van dingen in Nederland. En waar hij ook wel voorstander van is, is dat hij pleit voor overheidsinvesteringen in de infrastructuur voor waterstof. De waterstofeconomie, dat ziet hij zitten. Hier in de buurt is het hele gasnet is vernieuwd. Dat vond ik al eigenaardig, omdat we van het gas af moesten. Dus ik raakte met die voorman van het project in gesprek. En die zei, het ziet allemaal enorm solide en mooi zag het eruit, die pijpenboel. Ik zei, dat is eigenlijk voor de waterstof. Toen heb ik wel gezegd, de waterstof. Bij mijn weten heeft de gemeente daar nooit enige uitspraak over gedaan. En bij mijn weten is er nog geen nationaal gericht beleid in de richting van waterstofgebruik. Dus ik vond het wel een beetje typisch. Helemaal afgezien van het feit dat voor drie verschillende zaken de boel hier drie keer open is geweest in de buurt. Hè. Eerst voor de glasvezel en toen voor het gas, waterstof en daarna voor de stadsverwarming. Want dat zijn drie verschillende. Hè. Je zou zeggen dat is toch wel te coördineren. Dan hoeft het allemaal maar één keer open. Nee, dat kan niet. Dat is uitgesloten. We hebben namelijk die drie verschillende dingen. Dat is een heel verschillend vergunningenbeleid. Dus de man van de glasvezelkabel die moet met zijn poten van de gasleidingen afblijven en omgekeerd. Maar op zich, als het je deskundigheid is, snap ik dat wel. Alleen wat jij bepleit is, kun je het niet allemaal tegelijkertijd. Ja, dat zou ik wel hebben gedacht. Ja, dat de gemeente zegt van god, dat is god. Ja, ik zie het. We hebben hier een lijstje en dan kunnen we dat niet een beetje behoorlijk coördineren. Dat is ook goedkoper uiteindelijk. Ja. Je hoeft maar één keer de straat open te halen en we dichter doen. Ja, even afgezien natuurlijk van ons vuilnisverzamelpunt. Hè? Ook zo'n geniaal politiek besluit. Hoe het mogelijk is dat je zoiets fantastisch bedenkt, dat ding is te klein. Dus na enkele dagen staat daar een enorme hoeveelheid vuilniszakken die er niet meer in kunnen. En je begrijpt, ja, dat leidt tot rotzooi. En de katten zullen het fijn vinden. Ja, de katten vinden het heerlijk. En de kouwen en iedereen. Neem jij je zakken mee terug als die vol is? Ja, dat doe ik wel. Maar ja, god, ik zit er natuurlijk op, 100 meter vandaan. Maar dat het meteen al niet werkt, dat is toch wel vrij treurig eigenlijk. Maar je vindt het niet prettig dat je vuilniszak, want hiervoor deed je hem waarschijnlijk in de bak? Nee, je zette hem hier bij de bomen, dan werd hij opgehaald door een vuilniswagen. Ja, klopt, maar die komt één keer maar per week. Maar om een of andere raadselachtige reden heeft de gemeente besloten dat de mensen maar zelf hun vuilnis naar verzamelpunten moeten brengen. Het is natuurlijk makkelijk op te halen. Ja, één keer dat ding mijn vrouw beschreef dat er gisteren meneer voorreed met een aanhangwagentje vol met rotzooi. En dat heeft hij allemaal in ons verzamelpunt gegooid. Ja, ja. Ja, dat krijg je wel dan. Ja, precies. En er schijnen ook verzamelpunten te zijn waarbij je een soort kaartje hebt. Dus ja, dat je kunt alleen openen. Heb ik gehad, maar dat hebben ze afgeschaft. Ik had in het begin eerst zo'n kaartje. Dan kon je hem alleen met het kaartje openen. Dus voor bewoners was dat. Dan kreeg je dus dit soort toestanden niet. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, nee, dat gaat er vanaf waarschijnlijk om het te bevorderen. Ja, dus nu hebben wij meestal aan het eind van de week, voordat dat ding eens geleegd wordt, is het daar een ontzaglijke zooi. Dank u wel, gemeente. Wat een magnifiek besluit is dit weer geweest. Doordacht, ook voor de lange termijn is hier gedacht. Structureel, indrukwekkend beleid. Natuurlijk afgehamerd in de gemeenteraad. Iedereen was het ermee eens. Niemand heeft één kritische vraag gesteld. Het is treurig. Wel fijn dat je die stinkende zakken dan niet de hele week thuis hebt staan, want je kunt ze meteen weggooien. Ja, nu is de vraag. Ik moet nu straks gaan kijken of ik die zak weg kan gooien, omdat het kan zijn dat die al vol is. Dan loop je toch even naar een puntje verder.
Nou, dat valt niet mee. Ik weet niet waar het andere punt is. Daar ben je al een paar honderd meter onder de pannen. Maar je wandelt toch iedere avond. Dat wonderlijke idee. Kijk, jij leidt ook aan deze kwaal. Voor jou is dat helemaal geen probleem. Maar voor jou toch ook niet? Maar ja, ik word 80. Je kunt toch wel met een zak wandelen? Nou, dat is hartstikke zware zakken. Moet je hem niet zo vol doen. Ja, dat is ook wat. Nee, het is natuurlijk een idioot beleid. En wat bespaart het? Volgens mij niks. Behalve dat je dus extra rommel in je straat hebt. Ja. En dat mensen daar terecht naar mijn idee tegen protesteren. Hmm. Net zo goed als niemand heeft nagedacht over die godvergeten blikjes statiegeld. Dat blijkt ook een enorme ramp te hebben veroorzaakt. Want? Ja, dat mensen dus, zwervers, die breken die vuilnisbakken open. Om die blikjes eruit te halen en dan blijft de rotzooi op straat liggen. Ja, het gaat om, wat is het, 5 cent per blikje volgens mij? Ja, nou, het is meer volgens mij. Ik weet niet wat het is. Ik heb geen flauw idee. Ja, wij geven ze altijd mee aan de Albert Heijnman. Die neemt ze wel mee terug. Ja. Nog een ander plan van Bontebal, wat wel opmerkelijk is. Hij heeft gezegd van misschien moeten we wel de hoogovens van Tata Steel deels of misschien wel helemaal kopen. Zodat we in ieder geval ze kunnen verduurzamen. Anders gaat het niet gebeuren. Ja, ik weet niet waarom wij ze dan zouden moeten kopen. Als we het verduurzamen. Dwing Tata tot verduurzamen. En zeg tegen Tata, als je niet verduurzaamt. Ja, Tata heeft natuurlijk al veel beloven, weinig geven, doet de gek en vreugde leven. Is eigenlijk het algemene beleid van Tata altijd geweest. En als jullie dat niet doen, dan gaat de tent dicht. Het is eigenlijk heel simpel. Vergeet nooit dat het dan ergens anders gaan ze dan de boel vervuilen. Maar we kunnen die eisen wel stellen, vind ik. Bontebal heeft trouwens ook nog meegeschreven aan toen die kabinetsformatie vastliep in 2021-22, toen heeft hij meegeschreven om een plan te maken voor het minderheidskabinet. En dat heeft Gert-Jan Segers toen nog in de trein laten liggen. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me herinneren. Ook wel geestig natuurlijk. Dat is een beetje omzichtfunctie elders. Kennelijk zijn ze een beetje slordig met de papieren. Of ze zijn moe of weet ik het wat. Of het is bewust gedaan, dat ze dachten... Ja, dat is net als omzichtfunctie elders. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat moet je wel hebben. Je moet de genialiteit denk van politici niet overschatten. Hmm. Hey, en nog één puntje over Bontebal. Het is een afstammeling van Klaas Bontebal. En die leefde van, ken je die? Nee, Klaas Bontebal, die ken ik niet. Leefde van 1575 tot 1623 en hij was betrokken bij de samenzwering tegen prins Maurits van Oranje. En die Bontebal werd daarvoor onthoofd. Ach jeetje, arme Bontebal voorvader. Ik moet zeggen dat ik elke vorm van samenzwering tegen prins Maurits, dat ik die toejuich. Ellendeling. Ja. Moordenaar van Oldenbarneveld. Wel een knappe militair, maar... Dus. Nee, op sommige punten deugden die Oranjes voor geen meter. Hey, Niek-Jan van Kesteren, de CDA-senator die nu gestopt is, die heeft in de Kwaliteitskrant nog een interview gegeven. Ja, dat hij zich zorgen maakt. En dit was toch wel een beetje een keerpunt, begreep ik uit het verhaal. Ja, dat moeten we even afwachten. Ik zou zeggen, als Bontebal pak een beetje 7 zetels haalt, dan kunnen ze tevreden zijn. Kun je dan verder bouwen, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook heel sterk afhankelijk van hoe de BB-beweging gaat functioneren. Gaan die heel slecht? Takelt dat weer af in de komende 4 jaar. Wat ik niet onmogelijk is, gaan natuurlijk ruzie maken. En ja, altijd wel een brigade volstrekt de halve rare bij. Tot nu toe is dat uitgebleven, ook in de provincies. Ja, er was wel een van die lui die al hele rare Twitterberichten had verstuurd en zo. Dus we wachten het af. En we zullen zien hoe dat precies loopt. En daarvan is denk ik ook het overleven van het CDA van afhankelijk. Ja, want hij zei die van Kesteren... Misschien moet je een tijdje de oppositie in. Dat zou misschien handig zijn. Daar werd voor gepleit deze week. Kijk, in Nederland is het zo dat de kiezers voortdurend afrekenen met mensen die wel verantwoording nemen. Ja, kijk nu naar D66. En terwijl natuurlijk de partij waar eigenlijk mee afgerekend zou moeten worden, de VVD, daarvan eigenlijk blijft eigenlijk betrekkelijk buiten schot. Kennelijk wie er met de VVD heeft samengewerkt, die heeft daar ontzettend veel electorale ellende van beleefd. Overigens in het geval van de Partij van de Arbeid volkomen terecht wat mij betreft, maar dat is nou weer wat anders.